Keetje & Co. is een Edese band met Nederlandstalig repertoire. Onlangs brachten ze een cd uit en het eerste exemplaar werd overhandigd aan niemand minder dan Rob de Nijs. En wij waren erbij. Ook in deze uitzending een agenda. We beginnen met iconen in het Museum Oud-Lunteren. Welkom bij Mooi Zo. Tot en met zaterdag 18 juni exposeert Henk Roesma voor de derde maal met zijn zelfgeschilderde iconen in Museum Lunteren. Iconen zijn religieuze Oosters-Orthodoxe schilderijen met over het algemeen Bijbelse voorstellingen. Maar ook plaatselijke heiligen kunnen afgebeeld worden. Zijn interesse voor iconen ontstond 40 jaar geleden in de Balkan en in Israël, waar hij onder de indruk raakte van de orthodoxe kerken. Ik was nog nooit in zo'n kerk geweest, dus ik wist ook helemaal niets van iconen af. Maar goed, dan kom je in zo'n kerk en dat wijkt erg af van onze kerken hier in Nederland. Ja, want die zijn van onder tot boven beschilderd en die hangen vol met iconen en het is allemaal kaarsen en iedereen staat tijdens de dienst, niet te vergeten. En die priesters, ja, die dragen prachtige gewaden, dat kennen ze hier ook niet meer. Dus ja, dat heeft mij geboeid. En toen ben ik gaan studeren om, wat is het nou allemaal precies? En zo ben ik geleidelijk aan begonnen. Het schilderen van iconen, daarbij is creativiteit minder belangrijk dan vakmanschap, toch? Ja, want eigenlijk, ik zeg altijd wel eens, het is geen scheppende kunst. Je herhaalt in feite een oude icoon, die wordt opnieuw geschilderd. En dat is anders dan een kunstenaar die zelf dingen bedenkt. In 2008 was EDTV op bezoek in het atelier van Henk Roesma, waar hij net een icoon met de intocht in Jeruzalem onderhanden had. Dit is nog lang niet het basisverhaal, want dan moet je je voorstellen, dan moet je op elk vlak straks de juiste kleur. En dan begin je pas met het afwerken, met het fijnschilderen, laat ik het zomaar even noemen. Roesma maakt zijn verf zelf, met originele kleurstoffen en eigeel als bindmiddel. Ook gebruikt hij stofgoud. Goudassies, dat is stofgoud vermengd met Arabische gom, waar je hele fijne goudlijntjes mee kunt zetten. Dat is eigenlijk een eindversiering op, niet op elk icoon, maar op veel iconen is er een eindversiering met. Want dat licht in feite ook een beetje de icoon op. Hè? Bepaalde delen van de icoon worden daardoor opgelicht. In hoeverre heb je nou zelf ruimte om daarin iets aan te brengen wat helemaal van jou is? Nou, dat doe ik niet. Ik ben een hele perfectionist. En ik zal proberen om een icoon die mij inspireert, om die minutieus te herhalen. Ik zou graag even stil blijven staan bij een icoon wat misschien wel heel belangrijk is. De opstanding, kun je daar iets over vertellen? Nou, die hangt hier achter mij, hè. Die heb je misschien wel even gezien. Nou, de opstandingsicoon is eigenlijk in het Oosters-Orthodoxe wereldje de belangrijkste icoon. Ook de belangrijkste feestdag. Veel belangrijker dan de geboorte. De opstanding van Christus. Wij hebben dat meegemaakt, het orthodoxe Pasen, wat ook vaak verschillend is met het Pasen bij ons. In de tijd wel te verstaan, omdat ze een andere kalender hebben daarvoor gebruikt hebben. En dat is een enorm feest. Hè. Iedereen wordt daarbij betrokken. En als je dat meemaakt, ja, dat is zoiets uitzonderlijks. En dat zul je hier in Nederland niet aantreffen. Wat veel voorkomt is Maria met kind Jezus. Ja, dat denkt men altijd, maar dat is eigenlijk niet zo. Want er zijn legio voorbeelden van als je de Bijbel een beetje kent, dan zijn dat. Je hebt de vooraankondigingen, je hebt de aankondiging van Engeland, je hebt de geboorte. Nou, dan heb je de besnijdenis en fijn, noem maar op. Dat zijn allemaal rituelen op iconen die geschilderd zijn. En dat heb ik ook gedaan. Het enige wat ik niet geschilderd heb, dat is Pinksteren. En misschien moet ik dat nog een keertje doen. Op zondag 22 mei was het een feestje in restaurant Buitenzorg. De Edese band Keetje & Co. presenteerde haar eerste cd en niemand minder dan Rob de Nijs ontving het eerste exemplaar. De zangeres Manon Hafmans vertelt hoe een en ander is begonnen. Nou, het is eigenlijk een beetje als een grapje begonnen van mijzelf en de pianist Kees de Groot. We waren bij een gelegenheid en ik vond dat het wel wat jeu kon gebruiken. En toen hebben we wat smartlappen gezongen en toen waren daar mensen en die zeiden, oh, maar ik heb volgende week een feestje, kunnen jullie dan komen? En dat ging meteen al van, nou, wat leuk. En zo zijn we dus begonnen met alleen maar een beetje meezingers. Aan Manon de vraag of muziek maken haar dagelijkse werk is.
Ik heb wel op conservatorium gezeten, maar daar heb ik schoolmuziek gedaan. En nu ben ik leerkracht op de vrije school en ik geef daar ook muziekles. Dus dat wel, maar ik ben geen zangeres geworden van beroep. Het schrijven van de liedjes wordt door de verschillende bandleden gedaan. Een deel van de teksten en liedjes schrijf ik. Een deel van de teksten schrijft Kees de Grote, pianist. En Gjalt van der Kooi, die levert ons ook teksten aan. En we hebben dan eigen liedjes, maar ook bekende evergreens, zou ik maar zeggen, waar wij dan een tekst op maken. Bent op slag verliefd op die zo bekende lach, Rob, Rob, oh Rob. Er staat een liedje op de cd die gaat over Rob de Nijs. Hoe is dat ontstaan? In het verhaal is het natuurlijk zo dat ik dat Keetje heimelijk verliefd is op Rob de Nijs. En zo'n figuur is zij ook wel, van iemand die voortdurend verliefd wordt op mensen die eigenlijk onbereikbaar zijn. En zo is dat tot stand gekomen, dat liedje. En dat hebben we vaak gezongen. En toen dachten we, ja, wie moeten we nou vragen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen? Nou, Rob de Nijs woont hier natuurlijk in de buurt en is een ontzettend sympathieke man. Dus we hebben hem gewoon gevraagd. En we hadden eigenlijk nooit verwacht dat hij ja zou zeggen. Maar hij kwam hier in Buitenzorg ook altijd veel. Dus hij vond het direct heel leuk. Rob, bijzondere zondagmiddag voor jou? Ja, absoluut. Het gebeurt niet elke dag dat ik een cd krijg waar een liedje staat dat over mij gaat. Heel speciaal. Ja. Ik zei bij wijze van grap van ja, toen ik dat hoorde, dat streelt mijn ego zo dat ik heb ja gezegd, ondanks het feit dat ik dit soort dingen nooit doe. Maar ik vond het zo leuk en mensen zijn zo enthousiast. En ja, ik heb sowieso altijd bewondering voor mensen die recht uit hun hart zingen. In hun moerstaal. Dus en Keetje en Co. Keetje en Companen, die doen dat. Dus ik zeg ja, dan ben ik er. Rob gaat in het nieuwe theaterseizoen weer op tournee en komt op 16 maart in Cultura. Hoe gaat de voorstelling worden? Een akoestisch programma, dat wil zeggen semi is het eigenlijk, want is er ook een Hammondorgel bij. Maar het zijn maar drie mensen die in de begeleiding zitten. En dat is natuurlijk toch wel wat anders dan de zes man waar ik normaal mee optreed in de Schouwburgen. Maar ik heb er al een paar achter de kiezen in Cultura en dat waren altijd leuke voorstellingen. Dus ik verheug me erop. En nu jullie eerste cd genaamd Persoonlijke Groei. Ik vond altijd wel van nou, onze liedjes zijn het wel waard om vast te leggen. Want we hebben best wat optredens. Maar het is toch ook leuk dat je ze ergens, dat het ergens een plek krijgt ook voor later. Op 11 juni presenteert de Kunstfactorij haar allereerste kunstfestival voor kinderen in Bennekom. Op deze dag zijn er in de Dorpstraat tussen 11 en 4 uur 10 verschillende kunstworkshops waar kinderen van de basisschoolleeftijd gratis aan mogen deelnemen. Het aanbod varieert van een happy shell te bouwen met natuurlijke materialen onder leiding van Fransje Smit, tot en met 3D-printen met MMIS 3D en percussiespelen met Sampra Soekram. Tot en met 19 juni zal in Huis Kernhem voor de derde maal de scholenexpositie Masterpieces te zien zijn. Examenleerlingen van 4 scholen voor het voortgezet onderwijs tonen tijdens deze expositie hun eindexamenwerk in verschillende beeldende disciplines. Op zaterdag 11 juni zal om 3 uur de prijsuitreiking verricht worden door de voorzitter van de jury, Trees van den Berg. In de Grote Kerk van Wageningen geeft het Torenkamerkoor op 11 juni een concert samen met het koperkwintet Pelgrim Brass. Het koor zingt met begeleiding van de koperblazers een aantal werken van Schütz, Telemann, Purcell en Händel. Daarnaast zingt het koor ook a cappella werken van Bruckner en Elgar. Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 20 juni. Voor nu dank voor het kijken en graag tot een volgende keer.